Deze, daar fiets ik al een hele week langs en denk ik, als die er volgende week nog hangt, is die voor mij. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe vlog. Ook vandaag ben ik weer in Wiek te vinden en ik ben onderweg naar de Green Elephant Hostels, want daar wacht Debbie op mij. Debbie is de eigenaresse van het hostel en samen met haar ga ik haar favoriete plekjes, groene plekjes, in Wiek bezoeken vandaag. Want ze staat ook wel bekend als Miss Green en wij gaan vandaag kijken of zij haar naam eer aan doet. Hallo! Leuk dat je vandaag mij mee op pad neemt. We zijn nu bij de Green Elephant Hostel, maar die gaan we nu even achterlaten. Want lekker, hoor. Normaal werk je zo'n 80 uur per week, dus het is op zich wel tijd om even weekend te vieren, want dat gaan we nu een middagje doen, toch? Nou, ik dacht even lekker naar de markt te gaan, ja. Even langs de Maas te gaan zitten in het groen. En ik neem je nog mee naar een paar onontdekte pareltjes hier vlakbij. Ja, waarom is dat stukje groen zo belangrijk voor jou? Ja, groen geeft rust en ik heb 3 kinderen. Mm-hmm. Ik vind het heel belangrijk dat zij de natuur op een laagdrempelige manier leren kennen. Dit is dus de biologische markt? Dit is de biologische markt. En wat hebben we nodig vandaag? Nou, ik dacht iets mee te nemen voor onze Libanese wrap. Die wordt heel erg goed besteld. En dan maak ik die straks voor jou klaar. Voor ons klaar. Gaan we nou, het zelf weten. Lekker. Nou, laten we eens kijken. Heel goed idee. Heel even een stukje brood. Ja. Helemaal goed. Lekker. Lekker. Ja. Dus ik probeer zoveel mogelijk biologische ingrediënten hier uit te steken. Eigen sla, eigen peultjes en dikke bonen. Waar gaan we nu naartoe? Want er zijn nog meer groene plekjes waar jij graag klopt. Klopt dat? Ja, of waar ik door tijdgebrek heel weinig kom, maar waar ik in ieder geval al mijn gasten tip. Eco Plaza, the place to be for vegan Dutch cheese. Yes. Deze, daar fiets ik al de hele week langs en denk ik, als die dat volgende week nog hangt, is die voor mij. Wat een setje. En vintage. En vintage. Nou, achter ons eetcafé Ceramiek. Ook een van jouw favoriete groene plekjes in Wiek. Klopt. Waarom? Waarom? Ten eerste natuurlijk vanwege de fantastische kaart. Vegan, vegetarisch, streekproducten. Heerlijke wijnkaart, ook niet onbelangrijk. Ja, als ik iets te bieren heb, dan is het meestal hier en dan doen we het ook goed. De seizoensproducten waar Henny mee kookt zijn ook waanzinnig lekker. Als je in het voorjaar komt, asperge risotto, heerlijk. Echt een aanrader. Hallo. Fantastisch dit hoor. Daarom hou ik zo van Wiek. Maar waarom is Wiek zo groen volgens jou? Ja, ik denk. Ja, omdat het nog een stukje niet echt binnenstad is. Er is nog ruimte voor groen. Beter wordt het niet. Ja, Debbie, waar staan we op dit moment? We staan op de Green. Een van mijn favoriete plekken vlakbij de Green Elephant. Als ik even een paar minuutjes heb om wat afstand te nemen en even tot zinnen te komen, dan ga ik heel vaak hier zitten. Het is er groen en er is altijd wat te beleven. Dit is dan je uitzicht vanaf de skatebaan. En hier zijn dus ook allemaal jongeren aan het skaten. And we're back! Yay. Debbie is op dit moment onze lunch aan het maken met de gekochte groenten van de biologische markt. Volgens mij gaat het een Libanese wrap worden, die je dus overigens hier in het restaurant kunt bestellen. En kijk, ik zal jullie even het restaurant laten zien. Hoe leuk is dit? Daar komt zo. Vegan wijntje erbij? Lekker! Zo, dat zijn goede glazen. Ja, ik doe iets minder, ik moet werken. Een hele leuke middag. Ja! Dankjewel!